Man, dit is nog zwaar, joh. Jeetje, Mina. Kijk toch wat de zweethandjes. Kom op, jongens. We gaan. Mijn clubgenotengast van vandaag is een bikkel op de mountainbike. Maar ze begon hier in Lichtenvoorde met BMX'en. Ja, je ziet er weinig van, maar dit is een BMX-baan. En ze zat in een heel succesvol team. Want dit kleintje hier voorop is Jelle van Gorkum. Vorig jaar kwam hij zwaar te val en haalde nog maar net de Olympische Spelen. Dit is Dennis Wissink. Ook een groot talent, ooit wereldkampioen BMX'en. Tegenwoordig een van de weinige koperslagers van Nederland. Zometeen daar meer over. En dit is mijn hoofdgast, Anneke Beerte. Ze won alles wat er te winnen viel met BMX'en. Maakte daarna de overstap naar het voorcrossen. En ook daar is ze inmiddels twee keer wereldkampioen geworden. Anneke. Ja, daar keken we allemaal heel erg tegenop. Die kon echt fietsen, hè? En ook nog een vrouw. Een vrolijk type is het ook. Ze is heel makkelijk in de omgang met iedereen, vind ik. Als ik haar zo zie, dus of het in Nederland is of in het buitenland, maakt haar niet uit, hè. Ze kan met iedereen overweg. Vanaf het begin af aan waren Anneke en ik eigenlijk heel verschillend met fietsen al. Anneke was veel meer gedreven. Die kraste thuis rondjes om het huis. Van 's morgens vroeg tot 's avonds. Doorzetten, altijd. Altijd als ze iets voor had, dan wou ze het gewoon doen, hè. Dat was dus ook in de sport, is gewoon altijd willen winnen. Ik kan me goed herinneren dat ze een keer wereldkampioen was in Canada. Dat we haar toen met de bus en alles hebben opgehaald van het vliegveld. Ja, Anneke was wereldkampioen, dat was groot feest. Ik zeg altijd, zonder ouders kunnen de kinderen ook niks bereiken. Ik sta schreeuwend in de woonkamer. Dan zegt mijn vriend altijd, ze kan je niet horen. Ik zeg, dat weet ik wel, maar ja. En dan leef je gewoon nog steeds heel erg mee, ja. We zijn bij de fietscrossclub in Lichtenvoorde. Hier ben jij 25 jaar geleden begonnen met fietscrossen. Ja. Wat voor een tijd heb jij hier gehad? Ja, hele leuke tijd. Ik heb hier echt duizenden rondjes gefietst, denk ik. Ik ben hier begonnen en ik heb hier echt tot mijn 16e, 17e heb ik hier gefietst. En ja, altijd heel gezellig. Ook omdat het midden in het dorp ligt. Altijd heel veel vriendjes en vriendinnetjes die altijd kwamen fietsen. Dus ja, heel veel leuke herinneringen. En we gaan je straks weer samenbrengen met dit team. Ja. 1997 is deze foto gemaakt. Ja. Wat voor een team was dit? Ja, een heel goed team ook. Ja, want we hebben zelfs op deze wedstrijd zijn we tweede geworden van Nederland. Van de clubkampioenschappen. En een heel leuk team. En heel veel, ook twee van de jongens die erbij opstaan, die fietsen zelf nog steeds. Dus ja, dat zegt ook al wel heel veel, denk ik. En, Jelle en Joost? Ja, Jelle en Joost fietsen allebei nog. En ook nog op heel hoog niveau natuurlijk. Jelle is naar Olympische Spelen geweest. En Joost doet ook aan voorcross? Ja, Joost ook. Joost maar dat is echt ongelooflijk, toch? Normaal gesproken dan is het al een wonder als uit één club, één vereniging een professional voortkomt. Ja. Wat is het geheim dan van deze club dat er drie professionals uit voort zijn gekomen? Ja, moeilijk te zeggen, maar ik denk toch wel gewoon de lol die we altijd hebben gehad met z'n allen samen. En de begeleiding die erachter zat, die maakte het ook altijd heel erg leuk. En klein beetje talent, denk ik, er ook nog bij wat we hier in de Achterhoek hebben. Ja. Ja. Anneke Beerte wordt in 1982 in Halle geboren. Op haar derde zit ze al op een fietsje en daarna gaat het hard. Op haar zesde crosst ze landelijk al lekker mee. Ze is niet meer van de fiets af te slaan. En in de puberteit is het buitenland aan de beurt. Op haar 15e wordt Beerte wereldkampioen BMX. En het jaar daarna maakt ze de overstap naar de mountainbike. Dat is even wennen. Maar 2 jaar geleden wordt ze ook daar wereldkampioen met het fourcross. Met 3 concurrenten zo snel mogelijk een berg af op een soort combinatie van crossfiets en mountainbike. Won it all season, dominated the World Cup. Now she's won the World Championship. Phil Grimmis takes silver. Celine Gross there takes the
Inmiddels traint Anneke ongeveer de helft van het jaar in het buitenland. En het blijft niet alleen bij fietsen. Zometeen ga je je oude clubgenootjes weer terugzien. Vind je het spannend? Ja, heel spannend. Ja? Ja. Wat vind je er spannend aan? Sommige heb ik heel lang niet meer gezien. Ik hoop dat ik iedereen nog herken. Een paar daarvan die zie ik nog, sommige wel dagelijks, zoals Jelle. Maar lijkt me echt leuk om iedereen weer terug te zien. Over Jelle gesproken. We hebben wat filmpjes gemaakt en die wil ik je graag laten zien. En de eerste gaat over Jelle. Oh jee. Je kent hem natuurlijk goed. Ja, ja. Hoe zou je hem omschrijven? Een jongen die heel hard werkt voor zijn prestaties. Hij heeft afgelopen jaar wel echt zware tegenslagen gehad. Waar ik ook heel erg van geschrokken ben. Van zijn valpartij bijvoorbeeld. Daar leef je heel erg in mee. En hij heeft nog een heel groot doel voor ogen. Hè, nog een medaille op te spelen. En ik denk Jelle kennende dat hij dat ooit ook gaat halen ook. Ja? Ja? Ja, ja. Zullen we eens kijken naar wat hij allemaal te vertellen heeft? Ik ben benieuwd. Sinds Jelle van Gorkum bij de nationale BMX-selectie zit, traint hij weer regelmatig met zijn oude clubgenoot Anneke Beerte. Goed, er zijn zoveel kleine dingen die je daarvan kunt leren. Gewoon qua beleving en qua discipline en motivatie. En goed, als je zulke mensen aan het werk kan zien dagelijks, ja, dan is dat alleen maar een stimulans en een motivatie voor jezelf natuurlijk ook. De disciplines die ze beoefenen verschillen behoorlijk van elkaar, maar de gevaren zijn vergelijkbaar. De baan hier op Papendal en alle BMX-banen zijn aangelegd. Ja. Anneke rijdt op natuurlijke ondergronden en ze rijdt gewoon in bossen waar rotsen en boomstammen en keulen en gaten en alles, noem maar op. En ja goed, daar moet je wel op getraind zijn en daar ben ik niet op getraind. Dus in dat opzicht zou ik ook helemaal niet meer kunnen op dat niveau. Ik vind het hartstikke knap wat hun doen en het zijn enorme waaghalzen. Tegenwoordig zit ze veel in het voorcrossen en het cross-country. Dat is denk ik wel vergelijkbaar met BMX. Dan moet ik wel zeggen dat de laatste 8 jaar BMX natuurlijk wel echt een evolutie heeft doorgemaakt. De banen zijn heftiger geworden, het niveau is hoger, we gaan harder. Dus dat brengt wel meer risico met zich mee. En in die zin is het wel te vergelijken met voorcross, want dan gaan natuurlijk bergaf. Haal je ook snelheden van de goede 50, 60 km per uur. En ja goed, als je dan af en toe het asfalt toucheert of de grond aanraakt, ja, dan kun je er lelijk afgaan. Ja. Dat is met voorcross net zoals met BMX en alles gebeurt in een split second. En ja goed, je moet reageren op een moment en zij heeft 3 tegenstanders, 4 inclusief dezelf, wij 8. Dus het is af en toe iets hectischer. Aan de andere kant, zij gaat naar beneden, wij blijven op een vlak parcours. Dus ja goed, het heeft wel veel raakvlakken en ik denk dat we allebei wel hard onderuit kunnen. Ja. Dat ondervond Van Gorkum vorig jaar aan den lijve in Amerika, waar hij na een ernstig geval enkele dagen in coma lag. Maar ook de Papendal-kopie van de Olympische baan is aanleiding voor vraagtekens bij de risico's van de BMX-sport. Ik denk dat wij in het supercross-circuit en de wereldbeker-circuit wel aardig ons limiet hebben bereikt nu. De allereerste jaren dat ik daar bovenop stond, toen wou ik ook het liefst 4e trap weer naar beneden. Aan de andere kant is dat nu wel, we maken 60 stads per week of zo, dus je gaat 60 keer van de heuvel af. Dus op een gegeven moment wordt dat automatisme. Aan de andere kant, ik heb hoogtevrees en ik wil nog steeds zo snel mogelijk naar beneden. Alleen nu is het niet meer via de trap, maar gewoon via de normale weg. En dat is voor mij alleen maar een extra reden om als eerste beneden te willen zijn. Dus. Afgelopen zomer maakte Van Gorkum voor het eerst kennis met wat voor Anneke Beert een bijna dagelijkse kost is. Toen vlamden we dus ook naar beneden, alleen een voorcrossfiets heeft 2 remmen, een voorrem en een achterrem en een BMX-fiets alleen een achterrem. Dus ik had helemaal geen gevoel met de voorrem en we gingen denk ik een afdaling in en ik gok dat we ongeveer een snelheid van 40, 50 km per uur hadden. En toen schrok ik en toen trok ik aan de voorrem en toen, dan kun je wel voorstellen wat er gebeurt, dan ga je voorover over je stuur. Toen wou ik mezelf opvangen en toen brak ik mijn middenhandsbeentje. Na de Spelen, toen had ik zoiets van, het is heel leuk, maar dit ga ik niet meer doen. En zeker niet in mijn actieve carrière als BMX'er. Leuk. Ja? Ja, ja. Ik krijg nog steeds kippenvel van het moment als ik hem zie vallen. Want het was echt wel een hele heftige valpartij.
Hoe beleef jij dat dan als oud BMX'er en ook als actief sporter? Ja, je staat er gewoon nog heel dichtbij. Weet je wel, ook omdat ik Jelle nog zo goed ken en dagelijks met hem train. Dus ik was ook gewoon naar die wedstrijd aan het kijken op internet. En dan zie je dat gebeuren en ja, je weet gewoon dat het niet goed is. Want je weet af en toe, ja, als mensen vallen of Jelle bleef gelijk heel erg stil liggen. Dus dat het, ja, hun maken zulke harde klappen. En ja, daar schrik je dan gewoon heel erg van. Maar ja, het is leuk om te horen hoe dat hij het ook beleeft. Ja. Word je door zoiets banger in eerste instantie? Nou, je wordt niet zozeer banger, maar je wordt wel weer even met de neus op de feiten gedrukt. Van ja, wat wij doen is wel gevaarlijk. Maar aan de andere kant, wij trainen er wel dagelijks voor. Het is niet zoiets dat we iets zomaar heel iets doms doen natuurlijk. Wij zijn er dagelijks mee bezig en ja, wij weten dat dat gewoon een onderdeel ervan is, die risico's. Ja. Wij gaan niet BMX'en buiten op die baan. Nee, nee. En ik moet je heel eerlijk bekennen, ik vind dat zo vervelend. Ik had er echt de hele week heel erg naar uitgekeken. Ja, je hebt zeker al nachten wakker gelegen. Ja, ja, ik baal er echt verschrikkelijk van dat we dat niet gaan doen. Dus wat heb je dan wel voor mij in petto? Nou, normaal gesproken zit ik ook 3 keer in de week in de krachthonk hier op Papendal. Dus gaan we gewoon gezellig het krachthonk in. Lekker warm. Moet alsnog zweten? Nog zweten, ja. Oké. Okay. Aan de bak. Ja. Toch eerst nog even de fiets erbij. Ja. Want jij hebt, je bent begonnen met BMX en toen heb je de overstap gemaakt naar het mountainbiken. Ja, wat klopt. Is nou het grote verschil? Nou, zoals je kunt zien is ten eerste de fiets gewoon een heel groot verschil. Een mountainbiken is groter. Een BMX fiets, dat kennen de mensen, is het kleine fietsje waar grote mensen op zitten. Maar ja, mountainbike is wat veel Nederlanders ook wel in de schuur hebben staan. Gewoon een mountainbike. Alleen, ja, die voor mij is nog weer iets anders. Want ik heb veel meer veerweg achter. Dus ik heb veel veering achter en voor ook veel meer dan normaal. En zoals je kunt zien, ik heb hele grote schijfremmen erop zitten. Dus ja, ik fiets eigenlijk van een berg af. Dus ja, ik moet af en toe natuurlijk ook wel remmen. En dan moet je goede remmen hebben. Dus er zitten grotere schijven op dan op een normale mountainbike. En natuurlijk ook, het moet allemaal heel licht zijn. Dus die hele fiets die is ook gemaakt van is carbon. Het is natuurlijk wel weer heel anders dan een BMX-fietsje. En waarom heb je die overstap op een gegeven moment gemaakt? Ja, ik was eigenlijk met BMX wel had ik eigenlijk de meeste doelstellingen bereikt. Ik was 2 keer wereldkampioen geworden bij de jeugd. En toen kreeg ik een aanbieding van een Nederlands mountainbike team. Die zocht eigenlijk een meisje met een beetje lef. En het was ook gewoon een hele professionele wereld. Kijk, BMX was toen de tijd nog niet Olympisch. Dus ja, het mountainbiken, dat trok mij gewoon heel erg. Dus toen heb ik gezegd van, ik maak die overstap en ik ga mountainbiken. Ja, maar nu is BMX wel Olympisch. Ja, klopt. Heb je nog getwijfeld om weer terug te gaan? Ja, zeker. Ja, toen ik hoorde dat BMX Olympisch werd, toen dacht ik zelf ook, het zou wel heel gaaf zijn natuurlijk. Maar ik had 9 jaar niet meer op de BMX-fiets gezeten. Dus dat fietsje, dat hele kleine, daar was ik gewoon eigenlijk helemaal verleerd. En dus toen heb ik ook gezegd van, ik zit goed bij mountainbiken. En jammer dat niet gaat lukken. Maar ik wil wel gewoon eerlijk tegen mezelf zijn en zeggen van, dat het niet ging lukken. Nee. Maar dat forecross, dat is ook niet geheel ongevaarlijk. Ik heb die beelden gezien, want je bent in 2011 en 2012 wereldkampioen geworden. Ja, klopt. Mijn hemel, wat gaat dat ook hard. Ja. She's got a step and she wobbles. Bitten! Bitten comes over. Bitten has it. Got it. Bitten is in the lane. Is she going to take her first world championship? She's opened up a gap line. She's gonna have to pick her way down through this middle section. She's gotta keep it together through the rock garden. She's nearly over the bus. Here comes Fear Griffiths. Griffiths rolling. Healy's gone. Healy's out the track. Fear Griffiths is in second. And it's Annika Beaton at the moment, Rob. Annika Beaton now just. Here comes Fear Griffiths. Just a sprint away from a world final. She's gonna do it. Annika Beaton takes her first gold medal. Ben jij nooit bang? Nou, ik zou niet zeggen nooit. Ik bedoel, ik lig wel ook wel eens 's avonds wakker voor de wedstrijd dat ik denk van, oh jemig, weet je wel, dat er grote sprongen in zitten of hele technische dingen. Maar dat is wel weer de uitdaging en de kick die ik er dan uit krijg als het mij lukt en als ik het kan doen. Dus af en toe dan knijp ik hem ook wel hoor. Hoe ziet jouw leven eruit?
Veel reizen, ja, heel veel fietsen ook. In Nederland is het gewoon heel onbekend. En we hebben ook gewoon geen bergen. En, er wordt wel heel veel gemountainbiked, maar op een heel ander niveau natuurlijk. Dus ik rij ook voor een Amerikaans team. In Amerika is het ook gewoon heel groot en ik heb gewoon een heel goed contract. En ik heb een A-status bij het NOC-NSF. Die helpen natuurlijk ook heel erg mee. Hoeveel ben jij weg per jaar? Ja, toch wel het helft van het jaar ben ik wel weg. Ja? Ja, ik ben nou net 7 weken weg geweest in Amerika. Een beetje overwinteren, om heel veel te kunnen fietsen natuurlijk. En nu ben ik weer een paar weken thuis, zodat we weer naar het buitenland gaan. Dus, je maakt dan deel uit van een team, maar je bent eigenlijk heel individueel ook bezig. Ja. Omdat je natuurlijk de enige Nederlandse bent dan daar in Amerika. Is het soms ook eenzaam? Misschien op sommige momenten wel, maar niet dat ik het niet leuk vind of zo. Er zijn geen momenten waarvan ik denk van, hé, wat vervelend. Ik vind het altijd nog wel heel erg leuk om te doen. En gelukkig vind ik reizen ook heel erg leuk. Want als je dat niet leuk vindt, dan zit je niet goed natuurlijk. Nee, ik heb er altijd nog heel veel plezier in. En kan je er goed van leven? Ik kan er gewoon van rondkomen. Ja, het is geen dikke mik natuurlijk. Maar ik doe iets waar ik heel veel passie voor heb en wat ik heel leuk vind. En als ik dat nog een paar jaar kan doen, dan zou ik wel heel gaaf vinden natuurlijk. Ja, ja. Maar er komt een tijd dat ik het niet meer kan doen. En dan moet ik ook gewoon om 9 uur inklokken en om 5 uur uitklokken. Dus, ja. Man, dit is nog zwaar, joh. Jeetje, Mina. Kijk toch wat de zweetandjes. Het tweede filmpje gaat over de vader van Jelle, John van Gorkum. Mm-hmm. Hij is in het begin ook jullie trainer geweest, hè? Ja, klopt, op de club. Ja. En dat is iets wat hij zichzelf eigenlijk een beetje heeft aan moeten leren, toch? Ja, volgens mij was het niet de bedoeling om trainer te worden toen Jelle erbij kwam in het begin. En dat is ook gewoon in de verloop van tijd gewoon gekomen. Dus op de woensdagavond dan stond John training te geven bij ons. Ja, heeft ze kennis op een bijzondere manier opgedaan. Oké. Kijk maar mee. Het fietscrossen stond nog in de kinderschoenen toen John van Gorkum werd gevraagd trainer te worden bij de fietscrossclub Lichtenvoorde. Tot zijn geluk vond hij in de bibliotheek een simpel instructieboekje. Het was eigenlijk op het niveau van lagere school nog. De fietscross was natuurlijk ook nog een andere ontwikkeling. Hier in Lichtenvoorde lag ook geen spectaculaire baan. Dus kwam dat boekje ideaal van pas. En dan heel langzaam komen er steeds leukere dingen bij. Ga je zelfs als trainer je ook ontwikkelen. Gaat ideeën uitwerken. En dat pakten we op. En dat vonden de ouderen natuurlijk ook leuk. En op een zeker moment was ik echt een trainer geworden. En ik moet zeggen, het was een hele leuke groep. Het was een groep die echt homogeen was, echt vrienden had, alles voor elkaar over. En Anneke was toen al een topper. Anneke werd natuurlijk in 1995 in Brighton voor het eerst wereldkampioen. En het jaar later deed ze dat in Saskatoon in Canada nog een keer over. Ja, ik heb Anneke altijd als een rustig meisje ervaren, die hard wilde trainen en die toen al... zeker bij de dames er bovenuit stak. Het mooie van Anneke was altijd, als ze in Doetinchem ging treden, dan probeerde ze altijd vader en moeder over te halen, zeker met het warme weer, een bananenmilkshake, want daar was ze super gek op. Dat was bij Anneke, dat was een favoriet in die tijd. Nu zal het niet meer passen in de diëten die ze moet volgen natuurlijk, en de schema's waar ze aan moet houden, maar toen was een bananenmilkshake het einde voor haar. Heel leuk. Jij bent dus gewoon wereldkampioen geworden bij de junioren op bananenmilkshakes? Ja. Op milkshakes, ja. Ja, zeker. Nog steeds hou ik van milkshakes, hoor, daar niet van. En op zijn tijd kan dat ook zeker nog wel. Dus ja. En je bent natuurlijk best wel jong als je wereldkampioen BMX'en wordt. Mm-hmm. Nu ben je 30 en 29 toen je wereldkampioen werd voor cross. Hoe anders beleef je dat? De voorkeur is op een hele andere manier, want het is een elite titel. Kijk, en die andere waren jeugdtitels, hè? Dan ben je nog een stuk jonger. En de titel bij de voorkeur heb ik gewoon zo lang over gedaan om die te halen. En op een gegeven moment waren er gewoon mensen om me heen die zeiden van, Anneke, hè, dat ontbreekt nog op je lijstje, hè? Gaat het nog wel goed komen? En dan word je 29 en op je 29ste haal je dan eindelijk die regenboogshirtje waar je zoveel jaren voor geknokt hebt. En toen viel er wel een hele...
ja, een hele last van mijn schouders. Van eigenlijk van, dan zie je wel dat ook op die dag, op die ene dag, dat ik het dan ook wel kan. Ja, en dan dat je dan een jaar daarna hem gewoon nog een keer haalt. Ja, dat was voor mij wel heel speciaal. Ja, ja. Want het shirt hangt boven je hoofd. Ja, klopt. Wat, ja. Wat doet zo'n shirt met een sporter als die om je schouders gehangen wordt? Ja, het regenboogshirtje en dan het Wilhelmushoren op het podium. Dat is gewoon alles. Dat zijn gewoon kippenvelmomenten. Onbeschrijfelijk eigenlijk, ja. We zijn in de garage van jouw ouders, ja, bij klopt. Je vader. Ja. Ja, meneer Beerte, een vrouw in de BMX-wereld is nou niet echt een hele gangbare sport voor een dame. Waarom hebben jullie Anneke op een BMX-fietsje gezet toen ze 4 jaar was? Nou, dat is eigenlijk bij toeval gekomen. Een klant van mij, onder andere, wij al een Wim Schutte, was een keer hier. En Anneke was op dat kleine fietsje aan het rijden hier in de werkplaats. En toen zegt hij, moet je een keer naar de BMX-wedstrijd doen. Nou, zodoende is het eigenlijk ontstaan. En sindsdien was ze onafscheidelijk met haar fietsje? Ja, ze zijn toen het weekend naar Aalten geweest. Gekeken, broek gekocht, shirt gekocht, helm. Nou, en de volgende keer was er een wedstrijd. Ik dacht in Nieuw-Weel of zo en toen fietsen. En dat ging meteen goed. En dat betekende dat pa en moe ook elke keer mee konden? Dat moest wel. Ja? Anders was het er niet gekomen. Dus, nee. Je zit natuurlijk best wel in een mannenwereld, hè? Een mannensport. Wat is dat voor een wereld? Nou, het wereldje waar ik nu in zit is gewoon heel gezellig. Mountainbike wereldje. Ik bedoel, doen ook heel veel vrouwen mee. Dus ja, we hebben natuurlijk ook wel echt een hecht groepje met meiden waar we heel veel mee onderweg zijn natuurlijk. Het blijft wel een beetje een stoer wereldje. Hè? Vooral ook omdat de sport op zichzelf natuurlijk wel een beetje extreem is en wat stoerder is. Voel jij je van nature thuis tussen de mannen en in de stoere wereld? Ja, want ik ben altijd vanaf kleins af aan eigenlijk altijd wel heel veel met jongens opgetrokken. Ook wel, hè? Altijd veel voetballen. Ik was niet iemand die met de Barbies aan het spelen was. En ik was ook eigenlijk regelmatig hier in de garage te vinden bij mijn pa. En ja, dat zit gewoon wel iets meer in mij, ja. En wat deed je dan als je hier in de garage was bij pa? Oh, van alles. Ja, als het echt mocht, dan mocht ik helpen sleutelen aan de auto's. Maar het was meestal vooral auto's wassen. Oh ja? Op de zaterdag, want dan kon je weer 5 gulden verdienen. Dus, Dat heeft u slim gedaan, meneer Beerte. Ja, ja, ja. Ja. Dat is wel een beetje de technische knobbel, moet ik zeggen. Want het onderhoud van de fiets, dat doet ze toch meestal zelf. Dus. Ja. En dan moest het altijd schoon, hè? Ja. Voor de cross. Je oud-clubgenootjes hebben zich al verzameld in de kantine. Eerst nog 1 filmpje. Weet jij wat het huidige beroep is van Dennis Wissink? Oh mijn god. Nou, als je het zegt, dan denk ik van, oh ja, maar nee, ik kan er zo niet opkomen. Hij heeft in ieder geval een heel eigen bedrijf, toch? Bijzonder en uniek beroep. Zullen we gewoon naar kijken? Ja, ik ben benieuwd. Het is een oud ambacht en je moet ze tegenwoordig met een lampje zoeken. Dennis Wissink uit Silvolde is een van de laatste koperslagers van het land. Mijn overgrootvader is een smederij begonnen hier in de buurt van Silvolde. En mijn opa had een smederij. En mijn vader is ook de richting van het koper opgegaan. En daar ben ik eigenlijk weer logischerwijs ook in die hoek gekomen. De richting die ik in zit, in het sierwerk. De verlichting, het vergulden, sicileren, dat soort. Die kant van de koperslagerswerk, dat is wel uitstervend werk. Ik maak niet alleen nieuwe dingen, maar ik heb ook een groot gedeelte is restauratiewerk. Er is nog markt voor hetgeen wat ik doe en dan moet je denken dat mensen die kritisch zijn over een bepaalde vormgeving van bijvoorbeeld een lantaarn of die niet in de traditionele massa geproduceerde verlichting bijvoorbeeld of lantaarns of wat dan ook kunnen slagen. Kijk, en als je een monument hebt en je wil iets hebben in een bepaalde stijl of het moet ergens bij bestaande verlichting weer passen, dan zal iets toch gemaakt moeten worden en dan doe je dat met de hand.
Maar diezelfde koperslager was in 1993 wereldkampioen fietscross en daarmee een voorbeeld voor Anneke Beerte. Hij proefde zelfs even van het leven als professional. In die tijd zaten de beste rijders van de wereld die zaten in Amerika. Prijzengeld lag daar, vergeleken met tennis is het niet veel, maar voor onze begrippen kon je daar goed prijzengeld verdienen. Ik ben wel stiekem nog een beetje jaloers als ik zie hoe nu de wereldbekers en de supercrosswedstrijden eruit zien. Maar dat is alleen maar goed voor de sport, denk ik. Time to get up that great big hill of hope for a destination. Zolang ik nog in staat ben om er mijn brood in te verdienen, dan zal ik dit werk blijven doen. Ja, gaaf. Klaar. Ja, ik weet nog altijd goed dat hij ook zijn oma, die kwam altijd met hem naar de club gereden. Toen hij nog geen rijbewijs had, dat zou ik ook nooit vergeten. 3 keer in de week tufte oma altijd overal met Dennis naartoe. En ja, echt heel leuk. Ja, en toen mocht ik, toen hij wereldkampioen werd, toen Dennis wereldkampioen werd, toen mocht ik op het zijspan fietsen in Vassenveld. En hij mocht mij in de bak, omdat hij wereldkampioen was. Ja, dat vond ik zo geweldig. Ja. Ik, net die krantknipsels, ik bedoel, ja, dat staat nog echt op mijn geheugen. Ja, dat weet ik nog echt goed dat ik dat mocht doen. Daar was echt apentrots op. Zin om Dennis weer te zien? Ja, zeker. En de anderen? Ja. Zullen we naar ze toe? Ja, leuk. Ja? Nou, eens kijken waar ze zijn. Ja. En wie dat er zijn. En wie er zijn. Ja. Clubgenoten. Ah. Aandacht Hallo. Voor Anneke Beerte. Nou, de meeste ken ik allemaal nog. Ja. Hallo. 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 Rustig. Ja, goed. Hoi. Vanmiddag nog gezien. You were that drunk. And that I was your favorite salsa dancer you had ever come across in New York. Oh mijn god. Die hebben toen ook nog een lichte voordeel op de baan, hebben die getest. Hey jongens, we hebben een klein groepje bij elkaar, want dit zou het natuurlijk eigenlijk vanavond moeten zijn. Maar ik zei net al, sommigen zitten in het buitenland, hè, of kunnen niet komen door het weer. Barry, ik hoorde de naam net, die werkt nu bij Defensie. Dus die moest werken. En dit is Jacco, hè? Weten jullie wat hij nu doet? Misschien Jelle dat weet. Ja, volgens mij gaat hij in februari naar Engeland. Hij zit in Engeland. Oh, hij zit doet al. Namelijk de butlerschool. Oh, echt? Ja, wat gaaf. Ja, nou, grappig, hè? Ja. Dus ja, zij ontbreken helaas. Maar wij hebben alle mailadressen en zo. Dus we doen het gewoon nog een keertje over, toch? Leuk. En dan kunnen jullie lekker contact met elkaar houden. Ja, ja, ja. De meeste van jullie zullen hem al wel gezien hebben. Jij niet, Dennis, denk ik. De wereldkampioen trui van Anneke. Nee, ik heb hem nog niet aangeraakt. Nee, wil je dat? Ja. Ja, jij weet natuurlijk hoe het is ook om wereldkampioen te zijn met BMX. Maar dit is ook een mooie, toch? Ja, dit is wat moderner vormgegeven. Ja, want die van jou die zag er hoe uit? Die ligt hier tussen, hè? Dat is die van Dennis. Hij valt nog net niet uit elkaar. Iets anders. Ja. Iets anders. Dus er is zelfs schoudervulling. Prachtig. Ja, om leuk, nog breder te lijken. Ja. Het moest wat lijken. Ja. Maar wel een goed voorbeeld geweest altijd. Hè? Ja. 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 Ik heb het nagestreefd. Dus, ja. En gelukt. Ja. Samen zijn, het gezellige, het herinneringen ophalen, dat is, dat is leuk. Wat die gewoon zien opgroeien allemaal, die jongens. Ik zeg van, ze hebben voor staan schreeuwen aan de lijn. Dus het was echt wel heel leuk hoor, dat je die terugziet. Ik vind het zelf wel heel erg leuk, ja. Ook om oud-clubgenoten weer te zien. Waar je toen van, goh, wat doe jij nu? En sommigen spreek je nog wel eens, maar anderen ook niet. Dus dat is, ik denk voor haar ook wel heel erg leuk, Hey jongens, ik heb nog één verzoekje. Jullie mogen natuurlijk
de hele avond lekker met elkaar kletsen. Maar ik zou toch wel graag, en ook al is het groepje een beetje uitgedund, deze foto eventjes opnieuw willen maken. Doen we. Zoveel jaar later. Ja. Ja. Wat zei jij? Moet ik even mijn bril erbij pakken? De bril? De bril? Waar je staat? Ik heb de bril op. Oh, ja. Oké, okay, jongens, opstellen hiervoor alsjeblieft. Lekker met deze twee mooie medailles erbij. Hè? Daar mogen jullie trots op zijn. Clubgenoten, zijn we er klaar voor? 1, 2, 3, komt-ie! Volgende week herenig ik het team van voormalig tafeltennisprof Danny Heijster weer met zijn oude teamgenoot van Odeon in Gaanderen. Heijster deed mee aan 3 Olympische Spelen en is inmiddels trainer van het Duitse Borussia Düsseldorf. Dus heel erg graag tot volgende week. Wij gaan nog een drankje doen.